Een half jaar geleden ging Nederland in lockdown en moesten ook kerken de deuren sluiten. Nou, inmiddels zijn ze natuurlijk weer open, maar ja, zijn de meeste kerkgangers ook wel terug dan? We praten erover met dominee Klaas van den Kamp. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent niet alleen dominee, maar ook klassenpredikant voor Overijssel en Flevoland van de Protestantse Kerk. Wat houdt dat in, klassenpredikant zijn? Een klassenpredikant is de predikant voor de voorgangers in een gebied. Dus op momenten dat de predikanten en pastoors bij elkaar komen, ben ik er ook bij. Oké, een soort voorzitter van de regionale vergadering. Ja, en als er wat specifieke dingen zijn, dan kun je wat coachen of wat dingen proberen te regelen. Oké, maar staat u ook nog wel eens op een zondag op een kansel, invalbeurt hier en daar? Ja hoor, bijna iedere zondag. Oké. Kijk eens, nou dan weet u vast wel hoe het nu is. Hè? Het kerkelijk seizoen is natuurlijk weer begonnen. De startzondagen, die hebben we weer gehad. Maar wat is het beeld? Zijn de meeste mensen weer terug in de kerkbankjes? Nou, we missen er nog een paar. En dus het beeld is dat de kerkraden heel enthousiast weer beginnen. Hè. Vorige week start zondag in Biddinghuizen open luchtdienst. Dan kunnen er wat meer komen. Komende zondag in Maknesse, drive-in. Dan kunnen er wat meer mensen komen. En dan de reguliere diensten ook weer dat je daarvoor kunt intekenen. En je ziet toch wel verschillende plekken waar bijvoorbeeld als er ruimte is voor 80... dat het bij 60 ophoudt. Dat mensen een beetje de kat uit de boom krijgen. Ja. Ja, kijken ze de kat uit de boom of hebben ze zoiets van, nou ja, weet je, ik vind het eigenlijk wel lekker op zondagochtend, iPadje erbij op de bank, ontbijtje erbij. Ja, dat is een hamvraag. Ik voel me verantwoordelijk voor de kerken en ik ben wel bezorgd dat het stond de afgelopen weken een stuk in de Volkskrant dat men in Rooms-Katholieke kring inschat dat het 10% versnellend werkt qua ontkerkelijking. Zo. Dus, en met name natuurlijk de mensen die niet zo'n ritme gewend zijn, die als je een half jaar ook niet welkom bent, niet binnen kunt komen, dan krijg je een heel ander patroon. Ja, maar wat doet dat met de gemeenschapszin van een kerk? Je merkt dat mensen die voor de crisis betrokken waren, dat het ook het meest missen. Ja. En, dus er worden allerlei manieren gezocht dat je toch elkaar kunt ontmoeten. En rond te pakken ze het op, zeggen ze, ja, we kunnen niet in een grote groep, maar ga dan in kleine kring, dat je toch met elkaar kunt praten over de dingen die met zingeving te maken hebben. Dus er worden allerlei manieren gezocht om elkaar wel te ontmoeten. Maar ik denk dat het meest gemist wordt. Ja. En als een gemeenschap niet beleefd wordt, als je, dan raak je van elkaar vervreemd. Precies. Ja. Zijn er nog buitendiensten of wordt het daar nu te koud voor? Nee, er zijn nog steeds buitendiensten. Ja? En met name ook bij die startbijeenkomsten. Of in een boerenschuur hebben ze ergens gehad dat ze... Ja. Want dan konden ze in plaats van 50 mensen 150 mensen kwijt. En dan heb je betere ventilering. Want dat is een van de criteriums om bij elkaar te kunnen komen. Ventilering. Ja, ik hoorde het RIVM officieel niet over. Maurice de Hond heeft het er wel over op zijn blog. Dag en nacht zegt hij ventileren, ventileren, ventileren. Is het ook doorgedrongen tot de kosters? Ja, want een van de dingetjes bij ons is zingen. Hè? Mag je wel of niet zingen? Rutte heeft daar gisteren nog naar gerefereerd. Die is heel terughoudend. En je merkt dat daar heel verschillend op gereageerd wordt in de kerken. Maar er is een formule, afhankelijk van hoe groot je gebouw is, hoeveel ventilering er is. Op de vraag van, kun je mensen ontvangen? Is er beperkt ruimte voor zingen? En er wordt verschillend mee omgegaan. Er zijn kerken waar men absoluut zegt, het is te onveilig. Emmeloord doet dat niet, bijvoorbeeld. Urk zegt van, wij hebben nieuwe kerken. We hebben goede luchtverfrissing. Dat doen we het wel. Mm-hmm. En Tollepik gaan ze ertussenin zitten. Die zeggen, nou, als we goed becijferen, dan we kunnen best voordat we de kerk uit gaan zingen. Maar we moeten niet vijf, zes liederen gaan zingen vanaf het begin. Want op een gegeven moment wordt die lucht ook zwanger, om maar zo te zeggen. Van de aerosolen, de kleine dingetjes. Ja, ja. Oh. Oké, okay. Ja, ik denk er wordt geneuried als tussenweg. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat is voor mensen die gewend zijn om hard te zingen. Die pianissimo die kennen, is dat moeilijk. Lastig, ja. En het is nog wel een dingetje. Ik heb er vorige week nog een kerk over gevraagd. Bijvoorbeeld, we zijn gewend om het Onze Vader hardop te bidden. Mm-hmm. Met z'n allen. Ik zei, zullen we dat doen of niet? Want we hadden ook Prinsjesdag gehoord. Hè, dat ze dat hoera, dat is een spreekkoor. Dus dan ging de voorzitter alleen. Ja. En toen zei de ouderling van dienst, dus degene die verantwoordelijkheid draagt. Die zei, nou, we zijn gewend om dat heel erg binnensmonds te doen. Dus dat kunt u rustig zeggen. En dan moet u zelf maar goed stevig voor de microfoon praten. Ja, precies. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Maar goed, we lachen er nu natuurlijk om. Maar wat ik me ook afvraag, als er minder mensen in de kerk komen en het wordt ook wel versneld, dus dat proces van ontkerkelijking. Nou, dat waren de katholieken. Dit is protestant, hè? Ja, goed, niet maar elkaar. Hoe zit het met de financiën van de kerken? Want daar lijkt mij toch ook wel zorgen over.
Er zijn allerlei toezeggingen gedaan natuurlijk. En de meeste kerken hebben met digitaal, met een gift-app. Dat is een product wat ontwikkeld is in Lelystad. Wordt in een stuk of 6 landen wel gebruikt. Dat je dus met een app je geld kunt overmaken. Oh ja. En het beeld wat ik ervan heb is dat een deel van de mensen dat niet doet. Maar een deel van de mensen doet het wel. Maar heeft ook de neiging om te compenseren. Extra. Als je toch zo'n app invult, dan maak je niet 50 eurocent over. Dat voelt niet goed. Nee. Dus tot nu toe mogen we niet klagen. Maar het is nu uiteindelijk wel een zorgpunt. Want als je mensen versneld zou kwijtraken, dan is het een kwestie van rekenen. Of op termijn heb je ook minder inkomsten. Ja. Wij promoten heel erg dat mensen ook zichtbaar maken wat er wel en niet kan in die kerk. Zodat ook buitenstaanders weten waarop je kunt instappen. Ja, dat is dan een negatieve gevolg van de coronacrisis. Maar zijn er ook puntjes waarvan u zegt, nou, dat zijn best positieve gevolgen van die coronacrisis? Nou, je merkt een enorme creativiteit en de hele digitalisering is versneld ingevoerd. En als je jezelf een keer terugziet op televisie of in beeld, mm-hmm, of als voorganger, dan zie je pas wat er precies gebeurt. Dan ga je toch iets vaker glimlachen als je een bepaalde tekst leuk vindt. Maar dat ontdek je dus op zo'n moment pas. Dat ook bepaalde toerusting wordt digitaal aangeboden. En dan krijg je ineens 30ers en 40ers die gaan meedoen. Want die komen niet naar een kerk toe. Maar als ze thuis kunnen meedoen, dan kunnen ze tegelijk op de kinderen passen. Ja, en die zijn extra dus. Die zijn extra. En de mensen die online diensten bezocht hebben, daar zit ook ongeveer 30-40% komt anders niet fysiek in de kerk. Dus de vraag is dan, hoe kun je die mensen zo aanspreken dat je een blijvend contact onderhoudt. Ja, ja. Dus met je 30ers, 40ers en met randkerkelijken. Daar moet je op richten, wil je het volhouden. Ja, en dat is ook een belangrijke groep om dat mensen. Die hebben meer toekomst dan wat er in de kerk zit. Ja, en het is ook belangrijk voor zingeving in het mensenleven dat je bepaalde scharniermomenten ook die verdieping durft te vragen. En er zijn mensen die bijvoorbeeld trouwen en die twijfelen of ze wel of niet dat kerkelijk zullen laten inzegenen. En als ze weten dat die drempel laag is, doen ze dat makkelijker. En dat geeft net even meer diepgang aan zo'n dag als dat je dat overslaat. Ja, dan neemt het aantal coronabesmettingen natuurlijk weer toe. Vanavond om 7:00 dan is er weer een extra persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. En een aantal is al uitgelekt. Maakt u zich ook zorgen wat dat betreft? Dat u straks denkt van ja, misschien moeten we wel weer die deuren dicht gaan gooien. Ja, en ook naar Flevoland toe. Hè? Want we hadden in de eerste crisis in Overijssel, daar in de regio Genemuiden-Hasselt, de hoogste aantallen. Maar je ziet nu, als je de cijfers per gemeente volgt, dat in Almere en in Zeewolde de cijfers het meest gestegen zijn. Dus het sluipt binnen vanuit de Randstad. Bent u daar bang voor dat het misschien toch wel weer nodig zal zijn? Ja, ik ben er wel bang voor. Want ook al is dat cijfer niet heel groot, dat de maatregelen weer strakker moeten zijn en dat je minder contact kunt maken. En, en kerk en geloof en zingeving heeft ook met elkaar zien en kunnen glimlachen, op elkaar kunnen reageren. En ik denk dat mensen dat misschien nog wel het meest missen. Nog meer dan nog een goede Bijbeluitleg of deelname aan een viering. Maar dat je mensen ziet, mensen ontmoet. Het koffiedrinken na de dienst, hè, zoals dat dan heet. Ja, wordt heel erg gemist. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Daarom. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio, dominee Klaas van den Kamp. Tot jullie dienst.